Het ene woordje, toekomst. Het belang van een reïntegratietraject in het land van herkomst is erg groot. Mensen nemen zelf het besluit om vrijwillig terug te keren. Een succesvolle terugkeer begint in Nederland. Het blijft heel erg lastig om terug te keren. Door alle informatie te bundelen kun je een compleet plaatje maken. De casus van Ali Mubarak is daar een goed voorbeeld van. De kick zit hem in dat mensen zelf kunnen bepalen wat hun toekomst wordt. Wij het alleen niet kunnen. Je ketenpartners daarvoor nodig. En vooral de ambitie om mensen perspectief te geven in hun eigen land. Duurzame reïntegratie in het land van herkomst is het doel. Case and Chain Management is een methodiek die casus voor casus steeds beter wordt. We leren van elke casus opnieuw. Het gaat er uiteindelijk om die mensen op een goede manier te reïntegreren in hun eigen land. En als we dan uiteindelijk iemand terug thuis hebben, dan is de cirkel rond. Daar leren we van. Wat nodig is visie, professionaliteit en vooral de ambitie om mensen perspectief te geven in hun eigen land. Ik krijg er een kick van als ik mensen de uitzicht kan geven op een betere toekomst in hun eigen land. Casus van Ali Mubarak is daar een goed voorbeeld van. Na een aantal intensieve gesprekken waarin we de belemmeringen van Ali Mubarak goed duidelijk kregen, was hij klaar om te vertrekken. Duurzame reïntegratie in het land van herkomst is het doel. Si je ne voulais pas, j'allais fuir la Hollande. Partir ailleurs. Mais je préfère celle-ci, je connais. Il y a plus de 6 ans. De 6 ans maintenant. Je ne suis jamais sorti d'ici. Après ici, je vais chez moi. J'aime bien tout ce qu'on fait pour moi ici. Les aides, j'adore. On m'aide pour préparer mon avenir. Avec ça aussi, ça m'a donné de confiance rentrer chez moi. Als voormalig alleenstaand minderjarig vreemdeling dreigde Adimo op zijn 22e uitgeprocedeerd te raken. Zijn leefgeld zou stopgezet worden. Dat was een keerpunt in zijn leven. Samen met zijn case manager stelde hij een terugkeerplan op wat moest helpen bij zijn reïntegratie in Guinea. De case manager van Alimo legde contact met het World Tools project. Daar werd een assessment gedaan om te kijken of het idee van Alimo haalbaar was. Het bleek haalbaar en hij is bij World Tools de opleiding ingegaan. Wereldwijd participeert met haar project World Tools in het topproject. Het project World Tools heeft als doel om asielzoekers die terug willen keren, in ieder geval ook met bagage terug te laten keren. Dat doen we hier door middel de mensen een korte perspectiefbiedende beroepsopleiding aan te bieden, waarmee ze toch een snelle start kunnen maken, hopelijk in land van herkomst. En het opknappen met de asielzoeker die terug gaat keren van apparatuur. En de terugkeerder die krijgt een kist van ruim een kuub. En die wordt gevuld. Als de kist helemaal vol is en de asielzoeker gaat terug, ja, dan komen ook de overige ketenpartners naar natuurlijk die samenwerken in de top bij kijken om zowel goed de terugkeer en de overige faciliteiten voor de terugkeerder te kunnen garanderen. Case manager initieerde deze contacten en schakelde daarbij zijn contactpersoon bij IOM Nederland in. Ali Mubarak heeft zich gemeld bij IOM. En hij heeft zelf de keuze gemaakt om vrijwillig en zelfstandig terug te keren naar Guinea. IOM heeft hem ondersteund bij het verkrijgen van zijn laissez-passer en daarna hebben we de vlucht geboekt voor hem. Omdat de kisten via wereldwijd werden vervoerd en ze ingeklaard moesten worden in Guinea, hebben we IOM Guinea gevraagd om daarbij te helpen. Kijk, hoeveel is het? 13. 25. Ja? Ja. Precies 25, ja. Ja? Je hebt niks. Die is goeie. Maar 13 je mag niet vliegen. Die is 13. Alle twee. Luister, oké. Alle twee moet 35 zijn. En van tevoren hebben we met Ali Mubarak afgesproken om, met toestemming van hem natuurlijk,
een bedrag in te houden wat we naar de hand konden gebruiken voor de kosten van het inklaren van die kisten. Je suis monsieur Jean-Louis de Loyer, l'Organisation internationale pour les migrations. J'ai été copié par le message de mes collègues de l'OIM Hollande pour l'assistance aéroportière de monsieur Ali Mouba, qui est arrivé le 17 à 3h du matin par le vol de Royal Air Maroc. Et je l'ai récupéré et je l'ai mis à la disposition de monsieur Robert de Caritas. J'attends maintenant le connaissement pour l'assistance de sa caisse à outils pour la sortie à la voie guinéenne. Nou, wij sluiten als IOM zo goed mogelijk aan op de methode die vanuit TOP nu ontwikkeld wordt. Het belang van een reïntegratietraject in het land van herkomst is erg groot. Wij zien dat vanuit het IOM nog in een groter kader. Duurzame reïntegratie is eigenlijk het best haalbaar als je het hebt over ontwikkeling van het land van herkomst. En vandaar dat wij binnen het IOM internationaal ook bezig zijn met het hele onderwerp migratie in relatie tot ontwikkeling en vice versa. Je suis Ousmane Diao-Baldé, je suis directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des Affaires étrangères de la Guinée. Et le projet TOP, c'est un projet qui est intégré dans le cadre du programme social européen et qui vise à encourager la diaspora guinéenne à retourner chez elle et à réaliser des activités génératrices de revenus. Et de mon point de vue, le projet TOP est un projet extrêmement important. Nous sommes des pays en développement. Nous avons besoin de financement, d'assistance pour maintenir la jeunesse sur place. La jeunesse qui s'expatrie ne conforte pas la situation économique de l'Afrique, notre pays, mais plutôt ça contribue à l'appauvrissement de l'Afrique. Nous saluons tout projet qui tend à maintenir la jeunesse sur place, tout projet qui tend à procéder à financer des activités génératrices de revenus sur place. Het is zo beladen. Ik hoorde vanmorgen een verhaal van een brandbeleider. Die zegt nou, we hebben van tevoren al de terugkeertraining gedaan. En dat was heel beladen. Mensen schoten zo in de weerstand. Nu hebben we het over de toekomst. En dat is gelijk heel anders. Gelijk heel anders. Het ene woordje. Toekomst. Paspoort had Alimu niet. Om terug te keren moest hij dus een CPC gaan halen bij de Guinese ambassade. Ik kan vanuit mijn organisatie kijken als er praktische problemen liggen. En dan heb ik het over om daar een reisdocument te verkrijgen op het moment dat ze het zelf niet kunnen of niet hebben. Integratie in het land van herkomst, in Guinea dus zeker te stellen, ging zijn case manager op zoek naar een partner die hem daarbij kon helpen. In 2001 zijn we begonnen met project Maatschappelijke Terugkeer. De case manager bij COA of de begeleider bij Vluchtelingenwerk, die gaat in gesprek met een asielzoeker over wat voor hulp hij nodig zou hebben na terugkeer. Bureau Maatwerk is eigenlijk een bemiddelingsbureau. Wij bemiddelen tussen de vragen van asielzoekers hier die denken over terugkeer, maar belemmeringen daarmee hebben, en het aanbod in de landen van herkomst om deze problemen op te lossen. Alimu was toen hij 16 was naar Nederland gekomen. Hij is nu 22. Hij maakte zich erg veel zorgen over wat hij tegen zou komen als hij terug zou gaan naar Guinea. Jongeren zijn vaak op minderjarige leeftijd al naar Nederland gekomen, van 14, 15, 16 jaar. De enige manier om jongeren een keuze te laten maken voor terugkeer is om ze perspectief te bieden als ze terugkeren. Als wij de hulpvraag hebben binnengekregen en we hebben de hulpvraag helemaal duidelijk, leggen wij het contact tussen de jongeren en onze partnerorganisatie in het land van herkomst. Oké, je suis Robert Tebulo. Je suis chargé de programma l'Organisation Catholique pour la Promotion Humaine, qui est en fait la Caritas de Guinée. Donc cette organisation est membre de Caritas Internationalis. Et en tant que tel, nous avons beaucoup de partenaires. Et entre autres partenaires, nous avons Cordaid, qui est un consortium d'ONG néerlandaise pour Caritas Hollande. Et précisément, nous avons travaillé avec Cordaid dans le cadre de l'assistance à donner aux retournés guinéens en situation difficile en Hollande. Et comment ça se passe? C'est que Cordaid essaye de recevoir les demandes
des jeunes qui désirent volontairement rentrer dans leur pays, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour envisager leur avenir dans leur pays. Alors, qu'on aide, enregistre ces demandes et prend contact avec nous par téléphone. Et nous leur demandons également d'entrer en contact de façon, enfin, de rentrer en contact téléphonique avec les jeunes. Guinéens ou Hollandais ou... Ok, vous êtes Guinéens, c'est possible. J'ai un projet là, je dois retourner en Guinée. J'ai eu ici un numéro à travers un monsieur. Votre numéro à travers monsieur là. Non, c'est une femme d'ailleurs, Marianne Fang, je ne sais pas quoi là, Dokon. Je suis venu ici en Hollande en tant qu'asilant. Non, c'est moi-même, je l'ai pris. Moi-même, j'ai la décision. Je préfère rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ouais. Non. Non, me tuer, ça, c'est Dieu. Quelqu'un ne peut pas me tuer. Si on me tue, ça, c'est Dieu. Ok, mon frère. Allez, merci beaucoup. Hein. Et une fois que ce contact est établi, le jeune il est acheminé vers Conakry et nous le rencontrons, nous l'accueillons, nous écoutons son problème pour savoir s'il a un problème de logement, un problème d'insertion dans le circuit économique. Et bien voilà quoi, on l'accompagne, on lui donne des conseils, on lui donne l'assistance nécessaire et jusqu'à ce que sa situation économique et sociale se stabilise et se normalise. Voilà l'objectif du projet que nous faisons avec Caritas et Concordaide. Een goed gevoel van als we de assistentie die gevraagd wordt kunnen regelen bij de partnerorganisatie. De Nederlandse consul in Guinea zei toe dat hij als achterwacht wilde dienen. Alimu is dan ook vertrokken met de telefoonnummer van de consul in zijn achterzak. Ik heb licht alleen de hele dag, maar 's nacht is geen licht. Geen elektriciteit. Maar dat is geen probleem. Succesvolle terugkeer begint bij jou, op jouw bureau, in jouw casus. En bij jouw wil om er wat van te maken. Ik heb die daar gekregen. Je zegt neem die mee, je kan niet. Een afgelopen Afrikaanse mensen geven. Succesvolle terugkeer is een uitdaging. Niet alleen voor jou als case manager, maar ook voor diegene die je begeleidt. Ook voor diegene wiens toekomst je vorm wil geven. Voor jou en je cliënt. Ja, yeah. So ik wil mijn best doen om iets belangrijk te doen voor mij. Ik moet hard werken. Wat ik heb gezien hier. Is anders, is ander leven. Zo, ja, ik moet echt duur werken, hard werken. En dat is, zeg maar, als ik heb toekomst, ik wil ook die andere mensen helpen, die arme mensen. Wij plukken steeds meer succesvolle resultaten van onze begeleidingsproces ten aanzien van terugkeer. Steeds meer bewoners die geen toekomst in Nederland hebben, keren succesvol dankzij de methodiek van het COA die wij hanteren, terug naar land van herkomst. Wat doen wij precies daarin? Eigenlijk is het heel simpel. Contact hebben met onze bewoner, beïnvloeden, inzicht geven en helpen om een keuze te maken waar hun leven is. En eigenlijk is succesvol terugkeren niets anders dan een succesvol leven daar zelfredzaam te kunnen opbouwen.
Ik zeg hi aan jullie en dank je wel. Case manager, dat is de spin in het web. Die asielzoeker die terugkeert, die heeft een vangweb nodig. Ik zeg met nadruk niet een vangnet, maar een vangweb. Die case manager die spint dat met alle betrokken organisaties in Nederland en in de landen van herkomst. Schakelen, schakelen en nog eens schakelen. Dat is wat je doet als case manager.